voor de morgen, jongens. Dit is mijn ontbijt. Lekker 2 eitjes. Ex-Benedict. En Nessie heeft scrambled eggs. Nadat we hebben ontbeten zijn we dus in slaap gevallen en zijn we nu pas wakker. Het is inmiddels 2:30 en we gaan nu zwemmen. Thank you. Wij gaan nu dus zwemmen. Het is echt warm vandaag. Ik heb het gevoel alsof het vandaag warmer is dan gisteren. Ja, man. Ja, ik heb het echt... Oh, mijn camera beslaat ook helemaal. Ik ga meteen deze jumpsuit even uitdoen. En lekker zwemmen. Ik heb er echt zin in om even af te koelen. Nessim drinkt hier alleen deze water. Deze flesjes zijn zo cute. Maar Nessim zegt dat hij het ook echt lekkerder vindt. Vind je het echt lekkere smaken? En we hebben gisteren, want ik was zonnebrandcrème vergeten, hebben deze gekocht. Even Nessim's rug insmeren. Maar dat is handig. Het is een spray. Oh, helemaal verkeerd. De wind ging de andere kant op. Ik hoef hem niet in te smeren. Alleen een beetje zo. Ja, het is gewoon chill. Wij zitten nog steeds bij het zwembad. We hebben nu even drinken besteld. Ik heb een passievrucht mojito zonder alcohol. En Nash, wat heb jij? Diet 7-up. En deze is echt zo lekker. Wil je deze proeven? Ja. Echt lekker. Hele! Hm? Lekker hè? Nice. Zo, dit is mijn salade. Ik heb een Griekse salade besteld. Maar kijk één keer naar de bestelling van Nessie. Wil je het even filmen voor mij? Even. Hij ruikt zo lekker die friet. Kijk eens jongens. Lekkere kip met friet. Heerlijk. Zo, ik heb me net klaargemaakt. Hoe zien mijn krullen eruit jongens? Ik heb mijn krullen helemaal anders gedaan vandaag. En je ziet mijn krullen hierdoor veel beter. Ik heb wel minder volume. Maar ik vind het echt mooi. En dat heb ik gecreëerd door mijn haren eigenlijk niet te veunen. Ik heb alleen een beetje olie erin gedaan en that's it. Ik vind het echt mooi. Ik ga dit vaker doen. Ik heb hem even snel opgemaakt. Even kijken wat wil ik zeggen. Oh ja, ik heb dus vanochtend heb ik een vlog lopen editen. En die ben ik nu aan het uploaden. Maar het duurt nu al zo'n 5 uur. En het is nog steeds niet klaar. Het duurt, als het nog goed is, duurt het nog even 2 uur. Voordat de vlog online is. Ik hoop dat het gaat lukken. En anders heb ik pech en moet ik gewoon na de vakantie nog oude vlogs gaan uploaden. Waar ik echt van baal. Want ik wou dus starten met mijn Dubai vlogs als ik weer in Nederland ben. Maar nu weet ik niet of het gaat lukken. Ik hoop het wel. Nessim is lekker aan het chillen. Ik heb net foto's op het balkon gemaakt van Nessim met zijn belt. Heb je al geplaatst? Heb je al geplaatst? Welke? Laat zien. Allah, wacht even. Oh, wat mooi hoor. Bedankt. Dit is trouwens vandaag mijn look. Ik heb een jurkje aan van Pretty Little Thing. En ja, hij zit best wel strak moet ik zeggen. Maar hij is wel echt zo bodyhugging. Zie je, het lichaam komt er wel echt mooi naar voren. En ik vind deze jurk echt mooi. Ik ga misschien meerdere kleuren halen. Volgens mij was ze er ook in het zwart. Ik vind hem echt leuk. Trouwens, gisteren was het toch heel erg vroeg donker geworden. Dus ik heb even opgezocht wanneer de zonsondergang is. En die start om 6:15 hier al. Dus toen heb ik maar besloten om vandaag mezelf rond 5 uur klaar te maken. Zodat ik nog een beetje fatsoenlijke foto's hier kan maken. Anders heb ik alleen maar donkere foto's. Gisteren baalde ik ook al zo erg. Want ja, ik zag er best wel leuk uit en ik wou graag een mooie foto. Maar ik had alleen nog bij Dubai Mall een foto gemaakt en in het hotel. Maar die waren allebei best wel donker. Dus vandaar heb ik me vandaag een beetje snel klaargemaakt om nog foto's hier een beetje te kunnen maken. Mijn vlog 77%. Hoeveel procent is jouw vlog geüpload? Hij heeft mij gewoon ingehaald. Ik ben eerder begonnen met het uploaden van mijn vlog. En hij heeft mij gewoon al ingehaald. Nee, schat. Wij hebben net foto's gemaakt buiten. En die zijn gelukkig goed gelukt. Maar ik zweette mij echt dood in die jurk. Dus ik heb hem gewoon gelijk uitgedaan. Ik ga even iets anders aandoen. En ondertussen zit mijn vlog, die ik aan het uploaden ben, op 84%. Dus het gaat best wel goed. Ondertussen is het alweer donker hier. Niet normaal. Het is nog geen eens 7 uur. Ik wil eigenlijk vandaag naar Nando's. Maar NESIM heeft vandaag al geluncht met een halve kip. Dat was best wel lekker wat je kreeg. Dus we kregen een halve kip met als saus tahin. Dat vind ik echt super lekker. Friet. Libanees brood. Myriam vindt dat ik stink naar knoflook. Ja, er zat knoflook in. Maar hij was al gids. Hij had geen zin in Nando's. Dus nu gaan we weer naar Dubai Mall en we zijn van plan om daar persisch te eten. Ik wou in de zwembad ook een kus van mijn vrouw en ze wou mij niet kussen. Alleen stinkt naar knoflook. Ik stink naar knoflook. Ze deed haar hand in mijn gezicht en duwde mijn hoofd weg. Dat is mijn vrouw. Hij zei, niet doen. In het openbaar, iedereen keek naar mij. Ja, hij zei tegen mij, niet doen, niet doen, ik schaam me dood, ik schaam me dood. Iedereen keek naar mij, mijn vrouw wou mij niet kussen. Wat zeg? Stink ik nog steeds? Nee, wel niet. Wat ik wil zeggen, ik kreeg dus net een print screen, dus dat is echt heel raar zeg. En ik blijf maar vloggen. Even kijken. Je bent licht in je gezicht. Ik kreeg net een print screen dus. Want er is dus op Facebook, wordt NESIM geëxposed, omdat hij dus een belt overal meeneemt naar Dubai en zo. Even, ik heb schijt man. Laat me trots zijn. Ik heb 8 weken lang getraind. Ze laten de jongen gewoon niet even genieten. Het is allemaal niet zo serieus hoor. Het is gewoon allemaal voor de lol en ja. Gewoon lekker hard getraind. Hij neemt zijn belt mee. Hij mag het van zijn vrouw. Dus... Hey, maar ik ben trots. Ja. Mag ze trots zijn. Maar waarom maken al die vrouwen zich zo druk om jou? Nee, maar niet de vrouwen. Gewoon mensen in het algemeen. Die maken zich echt druk. Ja, maar er waren allemaal vrouwen. Hè? Er was gewoon een vrouwenpagina. Ja, dan is het gewoon zielig. Ja, dat vind ik zo raar. En zo valt altijd een slaap in een taxi. Mooi Nes. Hallo? Mooi hè? Ja. Echt vet. Mensen gaan ook echt foto's ervan maken. Wij zijn nu aangekomen bij de food court. En het is de eerste keer dat we hier zijn. Want de vorige keer dat we in Dubai waren, waren we het eigenlijk gewoon niet tegengekomen. Maar omdat we dus hebben gevonden voor het Iraanse restaurant hier, zijn we dus terechtgekomen bij de food court. En nu zijn we bij de Iraanse restaurant. Kijk eens hier. En ze moesten bestelling aan het doen. En wat wij hier opmerken is dat al het eten hier echt heel goedkoop is. Vergeleken met de rest van Dubai waar we normaal gesproken zouden eten. Dat was 180 dirham is hoeveel? Gedeeld door 4 moet je doen dan toch? 45 euro voor 2 mixschotels, 1 salade, sarma, 2 drinken. Dat is echt goed. Ja. En zo ziet het de eten eruit. Ik heb een mixschotel met rijst, brood, tabbouleh, sarma. En NESIM heeft precies hetzelfde. Ik heb lekker cola erbij en NESIM heeft water erbij. Eet smakelijk schatje. Ik ga nu donuts halen. Ik heb gekozen voor deze donuts, cheesecake met strawberry. En ik heb voor deze donut gekozen. En dat is een donut met Oreo smaak. En een cappuccino. Lekker. Wij zijn nu bij de Burj Khalifa en de fonteinen. Maar mijn camera beslaat weer. Ik ga zo even de fonteinen voor jullie filmen. Oké, er is mist. Oh, volgens mij gaat het nu beginnen, Nes. Oh mijn god. Kom. Net op tijd. Leuk hè? We hadden heel graag filmen, maar de camera zit laten staan. Echt jammer. Wij zijn nu in de supermarkt en NESIM had zin in een ijsje. En je kan hier dus gewoon één ijsje gewoon zo kopen, zo los. Snickers, M&M. Je kan hier dus gewoon los een ijsje kopen. Hoe handig is dit? Hoeveel kost dat? Hier kijk, bijvoorbeeld een bounty ijsje. Het kost ongeveer 1 euro. 1 euro, niet 10. Wij zijn net terug in het hotel. Ik ben echt zo moe. Oh, ik ga even mijn nachtjurkje aandoen. Mijn vlog is trouwens online gekomen net. Daar ben ik echt heel erg blij mee dat het toch nog is gelukt. Ik ga even mijn nachtjurk aan en dan even in bed liggen. Ik ben een beetje moe. Ik denk dat we niet meteen gaan slapen. Ik denk dat we nog wel even op het terras of zo gaan zitten buiten. Ik weet niet zeker. Maar daarna gaan we wel echt naar bed. Dus ik ga hier weer de vlog afsluiten en ik zie jullie morgen weer. Doei doeg!